Waarom is de Chinees succesvoller dan McDonald's? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel, dames en heren, meisjes, jongens. Ik kom uit Rotterdam. Dat speelt een klein beetje een rol als ik iets ga vertellen over het eerste onderwerp. De Chinees, het Chinese restaurant. Dat kennen we allemaal. U heeft het misschien net gegeten, misschien niet. U zult er wel eens eten. Ik werd niet zo lang geleden, een maand geleden, gebeld door wat ik wel mag noemen mijn uitgever. En die zei, Timo, nu moet je echt komen. Want onder ons, en ik weet onder ons is Rotterdam, pal in het centrum, vlakbij het Centraal Station, zit een geweldig Chinees restaurant. En ze zei, de uitgever, onder ons, het interieur van de Chinees wordt op dit moment gesloopt. Ik kan een foto maken, ik kan het je sturen. Wat moeten we daaraan doen? Ze kent mijn fascinatie voor het Chinese restaurant. Nou, ik heb eerlijk gezegd Monumentenzorg geprobeerd te bellen. Ik dacht, ja, dat heeft toch geen kans van slagen. Ik ben in de auto gekropen en ik heb daar wat dingen weggehaald van wat in Rotterdam het iconische Chinese restaurant is, midden in het centrum. Ik heb die twee lampionnetjes mee mogen nemen, nog een paar hele lelijke beelden, een afschuwelijke lamp die op mijn kamer hangt. Maar ik dacht, ik moet daar wat van houden. En op het moment dat ze hier hangen, zijn ze eigenlijk lelijk. En je zou kunnen zeggen, ja, wat doen ze hier? Voor mij zijn ze een onderdeel van de belangrijke cultuur van de 20e eeuw van Nederland. Ik nam daar ook mee dit blik. Sommigen van u kennen dit blik misschien nog wel, want ik moet zeggen, op dit moment gebruiken Chinese restaurants dit soort blikken met sojaolie. Echte plantenolie. Het is gemaakt in niet in China, zou je denken. Het is geen echte Chinese olie. Het is olie uit Friesland. En het staat feitelijk, symbool, hoe het eruit ziet, met het Chinese meisje, voor, laat maar zeggen, de aanpassing van, de Chinezen in Nederland. Of de vanzelfsprekende manier waarop Chinezen in ons land terechtgekomen zijn en zich een plek in onze cultuur hebben verworven. Dit meisje hebben de onderzoekers die hiermee bezig zijn, recent opgespoord. Ze is één keer gevraagd. Ze heet Gwendoline, een hele mooie vrouw. 30 jaar geleden één keer gevraagd om te poseren voor deze firma in Friesland. Daarna nooit meer. Vond ze wel jammer. Ze heeft ook maar één keer betaald gekregen. Ze hebben deze plaat één keer vervangen door een mooie bloemenvaas. Vervolgens verkocht het blik gelijk minder. Dus ze hebben gelijk Gwendoline er weer terug opgezet. Die vanzelfsprekende manier waarop China en Nederland samenkomen staat symbool voor het Chinese restaurant, zou ik kunnen zeggen. Om daar wat meer van te begrijpen, moeten we ruim 100 jaar terug. 100 jaar terug kwamen de eerste Chinezen in als groep in Nederland. En gelijk in het begin, 1911, 1912, net voor de Eerste Wereldoorlog, ging die aanpassing nou bepaald niet zo vlot. Sterker nog, de Chinezen werden via Londen binnengehaald in de havensteden Nederland. Denk aan Rotterdam, denk aan Amsterdam. Daar waren net voor de oorlog de eerste plekken vrijgemaakt voor Chinezen om te wonen en te werken als stakingsbrekers. Er waren grote staken in de haven. En men had mensen nodig om op die schepen, op die stoomschepen over het algemeen, te werken. Dat was illegaal. Als je nu stakingsbreker bent, heb je kans dat je aan de poort wordt tegengehouden. Dat was toen ook zo. Dus die mensen die werden als marginalen in de samenleving gezien. Ze woonden ook als marginalen. Op Katendrecht in Rotterdam, een landtong, wat vroeger een heel mooi dorpje is geweest, maar wat leeggemaakt is. En vervolgens waar allerlei boardinghouses zijn gemaakt om Chinezen te huisvesten. Daar woonden zij echt in ongelooflijke omstandigheden. Er werd opium gesnoven, er werd gedeeld, er werd gegokt. Dus de politie had wel oog op deze mensen. In eerste instantie stakingbreken, zowel Amsterdam als Rotterdam. Heel snel werd die staking opgelost en die Chinezen die moesten wat. Ze begonnen kleine snuisterijtjes te verkopen. Ze begonnen gebrande pinda's te verkopen. Het beruchte pindalekka. Ze konden niet goed Nederlands, maar ze konden wel op straat colporteren met die pinda's. Niemand vond die pinda's lekker. Die waren smerig, maar die werden gekocht. Zoals, kennen we nog de straatkrant? Zoals de straatkrant voor 2 of 3 euro. Dat heet in Engeland a pity purchase. Koop maar die pinda's. En die arme Chinezen zijn dan misschien een tijdje van de straat. Er waren er ook bij die wel konden koken. Er waren er bij die wisten, goh, als ik iets meer dan pinda's maak, als ik gerechten maak, als ik misschien wel echte Chinese gerechten maak, dan komen mensen bij me eten. Dat liep niet zo'n storm. Hier in de stad, hier in Amsterdam, vlakbij de Wallen, de Binnenbantammerstraat, is zo'n straat waar veel Chinezen een klein restaurantje begonnen. Maar het eerste restaurant, zeg ik als Rotterdammer, was in Rotterdam. Het eerste Chinese restaurant was in Rotterdam. Ik heb er een plaatje van, is te zien.
Het heet Zhongshan Lao. Heb ik uit mijn hoofd geleerd. Ik weet niet precies wat het betekent. Dit geldt als eerste Chinese restaurant. Als je het plaatje goed bekijkt, zie je onmiddellijk dat het een Chinese restaurant is. Het is een beroemd plaatje. Je ziet daar een dure auto. Het is midden in de stad, in Katendrecht. En als je nauwgezet naar die foto kijkt, ik heb dat een tijdje gedaan, zie je ineens iets heel bijzonders. Je ziet daar van heel dichtbij dat er op dat Chinese restaurant VVV staat. En als je, misschien nog even het plaatje terug. In een lichtkrant is ook gezet, dit is het eerste, er staat zoiets als het eerste Chinese restaurant van Nederland. Het is een plaatje gemaakt in 1935. En de VVV, de stad, was dus trots op het eerste Chinese restaurant. Opmerkelijk, want nog 10 jaar daarvoor zat daar de politie achter de broek op dat Schiereiland Katendrecht, of er geen opium gesnoven wordt of andere dingen gedaan werden die niet konden. En het allermooiste, dat moet ik wel toegeven, het mooiste restaurant stond niet in Rotterdam, maar in Amsterdam. Dus het restaurant King Hong. En overduidelijk wordt er geposeerd in het restaurant door de familie die het uitbaatte, ook omstreeks 1935 in de jaren 30. En kijk eens naar het interieur. Het is eigenlijk een mengeling, een mishmash zou je kunnen zeggen, van wat op dat moment een mooi café-restaurant is. Kijk eens naar die stoelen, kijk eens naar die gedekte tafels. Kijk eens naar eigenlijk een eenvoudige uitrusting op dat linnen. In combinatie met wat we Art Deco noemen. Kijk naar die muren, mooie gestileerde abstracte schilderingen. Luxueus, bijzonder, ook nog wel een beetje avant-garde. En kijk ook tegelijkertijd naar die Chinese lampions die er hangen. Een mengeling van exotisme en Europese luxe. Wie gingen daar eten? Men durfde daar niet te gaan eten. De gemiddelde Amsterdammer, de gemiddelde Rotterdammer durfde daar niet te gaan eten. Het was weggelegd, ik heb een krantenbericht gevonden, voor mensen die dat wel durfden. Dat waren bohemiens, dat waren studenten, die gingen daar eten. Vonden dat Chinees waarschijnlijk niet zo lekker, maar ze vonden het wel een bijzonder uitje. Er werd veel gedronken, dat is wel bekend. Wie zien we daar? We zien links een meneer die nogal parmantig met een hoog boord aan tafel zit. De uitbater, op dat moment een rijk wordende Chinees, rijk wordend van een aantal negoties die hij in Rotterdam heeft, heeft op bezoek een wat somber kijkende meneer die ons recht aankijkt. De commissaris van politie. De commissaris van politie in Rotterdam, die polshoogte komt nemen wat daar aan de hand is. Men was in die tijd overigens openlijk racistisch. Men noemde in politiecommentaren Chinezen ongedierte. Dat misschien niet bestreden moest worden, maar wel, laat ik zeggen, hygiënisch gemaakt. Want daar vreesde men voor. Die politiecommissaris heeft een paar jaar later actie ondernomen. Die vond, nou, die Chinezen, dat zijn er gewoon te veel. En men was een landelijk beleid, zowel van die scheepvaartmaatschappijen, van die stakingen, als politiecommissaris, als justitie. Er komen veel te veel Chinezen in Nederland. Daar moeten we vanaf. Ze moeten op de trein. Ze moeten naar huis, ze moeten naar het buitenland, ze moeten terug naar Londen. Dat was nog niet zo makkelijk. Er zijn zelfs berichten in de jaren 30 dat er hele families, ja, het tafereel is verschrikkelijk, zou je kunnen zeggen, op Centraal Station in Rotterdam op de trein gezet worden. En vervolgens breken de rellen uit onder Rotterdammers die denken, ja maar, dit kan niet. Wij hebben net een pindalekka gekocht. Deze arme mensen met de hele familie terug naar, weet ik veel waar, dat moeten we niet toestaan. Rellen over, ja, ik zal het geen deportatie noemen, maar het terugbrengen van Chinezen in principe naar het eigen land, andere kant van de wereld. Het was wel het begin, we hebben het nu over eind jaren 30, niet van het terugbrengen van Chinezen, maar van het, laat ik zeggen, naar buiten de stad brengen. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden veel Chinezen, naar andere stukken van Nederland. Het was het eerste stuk, de eerste poging om de Chinezen uit die stad te halen en vervolgens op andere plekken een negotie te laten vinden, een eigen handeltje te laten drijven. Die Chinezen namen dat aanbod, zou je kunnen zeggen, aan. Die dachten, als ze daar blijven, Katendrecht, of hier de Binnenbantammerstraat in de stad, dat gaat niet lang goed. En ze trokken, net voor de oorlog, buiten de stad, naar provincieplaatsen, Zutphen, Roermond, Venlo, Groningen, om zelf de soort restaurantjes te beginnen als zij succesvol hadden gezien in Amsterdam en in Rotterdam. Dan zijn we al na de Tweede Wereldoorlog. En dan komen eigenlijk al die lijntjes samen, wat de Chinezen uitgezet hebben. Ze hebben gezien dat dat exotisme, dat ingewikkelde Chinese, wat de Nederlander in principe aantrekkelijk vindt, omdat het de vreemdeling is, maar tegelijkertijd niet begrepen wordt. Het eten wordt niet lekker gevonden. Dat moest omgebouwd worden. Dat exotisme moest aantrekkelijk gemaakt worden. Maar moest gecombineerd worden met een soort eten, waarvan ze langzamerhand wisten, dit vindt de Nederlander lekker. En als een soort
Deus ex machina, zou je kunnen zeggen, kwam er een tweede exotisme bij, wat de Chinezen al kenden, uit Azië. Indonesië werd zelfstandig. En de Indonesiërs, de Indiërs, kwamen naar Nederland in de jaren 40, jaren 50. En de Chinese uitmaters dachten, het eten wat we daar hebben geleerd, onze ouders, onze grootouders, of wat de kolonialen, of wat de Indo's meenemen naar Nederland, dat moeten we zien te combineren met het Chinese eten. Dat vinden die Hollanders toch niet lekker, maar dat Indische eten, dat vinden ze wel fijn. We nemen de goede gerechten uit onze eigen keuken, dat combineren we met de rijsttafel, klietjes, waar dat in Indonesië, en daar maken we restaurants van. Dat is punt 1, om succes te hebben. Punt 2 was, die Chinezen zagen heel goed dat je niet volgens de conventies van de horeca moest werken. Ga niet in de binnenstad zitten, maar ga juist ergens anders zitten, op plekken waar steeds meer gezinnen komen. Op het plaatje hier zie je, nou in onze ogen misschien een wat ongezellige plek, het lijkt misschien meer op een sportkantine dan op een Chinees restaurant, maar zij wisten, de Chinezen wisten in de jaren 50, je moet in die buitenwijken gaan zitten, bij die flats, bij die uitbreidingen, waar die gezinnen komen te zitten, waar die families komen te zitten, waar men ons eten zou kunnen appreciëren, waar men voor het eerst uit eten gaat, en waar voor het eerst dat exotisme, die exotische Chinees, een klein beetje begrepen wordt, die zich aangepast had aan de Nederlander. In het begin was het een plek waar alleen de Bohemien durfde te komen. En vanaf de jaren, tweede helft jaren 50, in de jaren 60, vestigt zich een restaurant in alle delen van Nederland, met honderden tegelijk, en vrijwel allemaal op dezelfde manier. Want de Chinees dacht, ik ga niet zelf uitvinden hoe het eruit moet zien. Als het restaurant bij mijn neef werkt, en als het eruit ziet zoals bij mijn neef, waar het goed loopt, in Den Haag of in Rotterdam, doe ik het in Zutphen, of doe ik het in Groningen, of in Roermond, precies hetzelfde. Dat idee van het exotische, dat intrigeert mij nog steeds enorm. Op welke manier wordt iets van de vreemdeling, die we niet kennen, bij onszelf, onze eigen cultuur, opgenomen. Dat kun je volgens mij het allerbeste bestuderen aan de hand van wat er met de Chinese gemeenschap en het Chinese restaurant gebeurd is. Ik heb een prachtige foto gevonden, een foto uit 1971, genomen in echt, dat ligt volgens mij in Limburg. Deze oudere mevrouw die per se op de foto wilde voor het eerst van haar leven met een Chinees. 1971. Inmiddels bent u onderlegd in wat het Chinese restaurant is en kunt u al aan de hand van een paar kleuren en een beetje lakwerk en een beetje zwart en rood zien dat zij voor haar eigen Chinese restaurant stond. Ik heb het zelf meegemaakt, niet in 1971, toen was het nog net te klein, maar een beetje later, dat ik met mijn ouders in zo'n Chinese restaurant zat en dat er al een kwestie was van, wat is nou Chinees? Wie zijn die Chinezen? En ik weet omdat mijn vader zei, ja, we zitten hier nu wel lekker te eten, dat zal wel iets van Babi Pangang of Fuyonghai geweest zijn. En dat mijn vader zei, ja, maar achter, in de keuken, daar zitten Chinezen, echt Chinees te eten. En tegelijkertijd, ik weet nog dat me dat als ventje ongelooflijk interesseerde, wat zouden ze dan eten? Nou, mijn vader dacht, Peking eend of duizendjarig ei, of dat wist hij niet precies. In ieder geval iets wat je van tevoren moest bestellen, wat eigenlijk helemaal niet past in een Chinees restaurant, want dat is snel en goedkoop. Maar als ventje interesseerde me dat, goh, ik zou wel eens in die keuken willen kijken. Maar feitelijk is dat de crux van die Chinees. De Chinees heeft zich aangepast. We probeerden niet origineel te zijn en wist dat als ik de iconen, de clichés, de onderdelen van de chinoiserie gebruik, dat heel Nederland mij weet te vinden en dan kan ik hem eten voorschotelen wat iedereen lust. Het gaat om aanpassing. En dat is nog steeds zo. In welke vorm dan ook, het klassieke, traditionele Chinees is langzamerhand een beetje aan het verdwijnen. Nou, dit is een foto van een afhaal Chinees, het interieur van afhaal Chinees in Haarlem. En je ziet aan een paar onderdeeltjes van het interieur, zelfs alleen nog wel aan dat kwastje, kun je zien, dit moet een Chinees zijn. Zo krachtig is de Chinees, zo krachtig is de iconografie van een Chinese restaurant, dat we aan de hand van zo'n simpele foto kunnen zien, dat moet bij de Chinees zijn. Om die reden is de Chinees sterker, economisch succesvoller, heeft meer geld verdiend dan McDonald's in heel West-Europa. Rond 1980 waren er 2000 Chinese restaurants in heel Nederland, die allemaal ongeveer op elkaar leken. En dat is de crux van de Chinees. De Chinees is slimmer geweest dan McDonald's met zijn plan door simpelweg zich aan te passen. Ik zal het idee van aanpassing nog nader uitwerken in het volgende college, dat niet gaat over de Chinees, maar over iets wat nog prozaïscher is. De geschiedenis van de spijkerbroek. Dank u wel.